De zingende frietbakster uit de stad is sinds een paar dagen weer terug van weg geweest. Bernardine Waterloo stopte 11 jaar geleden met zingen, maar binnen 1 week is ze terug. En hoe? Met het nummer Milano bestormt ze sinds een paar dagen de Airplay-hitlijsten. Dat zijn lijsten waarop je kunt zien hoe vaak een liedje op de radio wordt gedraaid. Inmiddels wordt Milano al op 700 internet- en radiostations in heel Nederland en Vlaanderen gespeeld. Ik werd gebeld door een plugger, Geert Haksen, en die zegt van, leuk nummer die van Milano. Ja, maar, hij zegt, je moet hem opnieuw gaan uitbrengen. Ik zeg, nou oké, okay, is goed. Nou, zo gezegd, zo gedaan, studio ingegaan, opgenomen, gelijk op Facebook gegooid, grofweg. En het werd ineens een hype. Eigenlijk is het liedje Milano al een nummer van 12 jaar geleden, maar is het nu met een 2017 sausje overgoten. En dat slaat blijkbaar aan. Luister, ik ben alle dagen met heel veel plezier bezig aan het werk. En ik weet niet wat er gebeurt, maar dat het allemaal zo snel gebeurt, dit had ik dus ook niet verwacht. Want we worden natuurlijk door RTV Oost, Omroep Brabant, Zeeland... we worden door de, zeg maar, kregen een telefoontje van de Vlaamse radio. Het gaat één keer heel, heel snel. Ja, ik vraag, maar we zijn Grunningers, we blieb nuchter. Op haar vaste stek in de frietkraam van haar man Harry en zwager Milano zingt ze ook waar klanten bij staan. Uit volle borst. Als een grapje begint en het dan zo uit de hand gaat lopen, dan mag ik aardig tevreden zijn. Maar straks nog een bekende Nederlander. Nee. Nou ja, wie weet. Ik ga nog steeds niet naast mijn schoenen lopen en ik blijf nog steeds lekker in mijn frietkraampje. Dus wat dat betreft moet dat goed komen. Ja.